Hoi allemaal, ik heb jullie vorige week mijn make-up stash laten zien. En nu ging ik zojuist producten in mijn voorraadkast met beautyproducten neerzetten. En toen vond ik dit. En toen kwam ik er dus achter dat ik bij het laten zien van mijn make-up stash een deel ben vergeten. Dus dat wil ik jullie graag hierbij laten zien. Hierboven zien jullie een paletje met poeders. Dat heb ik van mijn moeder gekregen. Dat zijn gewoon matte poeders waarmee je je gezicht kunt afpoederen in verschillende tinten. Het zijn in totaal 5 verschillende tinten. En dat is heel makkelijk om de glans zeg maar weg te halen op je gezicht nadat je je foundation of iets hebt aangebracht. Dus deze was ik vergeten. En dan dit koffertje. Die heb ik een keer voor kerst gekregen. Hier zitten ook allemaal make-up producten in. Kijk, hier zitten 4 oogschaduwpaletjes in. Deze heb ik in het verleden heel veel gebruikt. Tegenwoordig gebruik ik hem eigenlijk bijna niet meer. Kijk maar, deze is echt al helemaal leeg. 2 kleurtjes. En hier bij deze heb ik ook al 2 kleurtjes helemaal opgemaakt. Verder zitten er 4 nagellakjes in. Je kan zien dat ik deze een tijdje niet heb gebruikt, want de olie is een beetje uitgelekt. Maar het zijn nog wel gewoon goede nagellakkleuren die je gewoon nog kan gebruiken. Een gouden, een donkerbruine, een rode met goudglans en een bronskleur. Er zitten 4 blushes in en deze heb ik ook in het verleden heel erg veel gebruikt, zoals je kunt zien. Hier heb ik ook het pan al geraakt. De overige kleuren zijn denk ik wat te donker voor mij. Al is nu een beetje een bronsachtige blush, een donkerrode blush of een bordeauxroodachtige blush is nu wel hip. Deze herfst. Dus wie weet dat ik dit nu weer kan gaan gebruiken. En verder zitten er ook 4 lipsticks in. Er zitten er nu maar 3 in, zoals je ziet. Omdat die rode, die zit al in mijn lippenbakje. Maar het is een... even kijken. Beetje een bronskleurtje, zoals je ziet. En een gouden. En de Bella komt ook even kijken. Vooral even door het beeld heen lopen, zoals jullie zien. Ze vindt het altijd heel erg interessant als ik iets met make-up of nagellak en zo doe. Maar goed, ik ga weer verder. En deze lipstick, dit is echt een beetje een donker... als je hem op een hele donkerbruine kleur, een beetje paarsachtig. En ik ben echt vooral heel erg blij dat ik deze nu weer heb ontdekt. Als je die swatcht op je huid, dan ziet hij er een beetje uit als de nieuwe lipstick die Chanel nu heeft uitgebracht voor haar kerstcollectie. Dus ik heb hier een beetje een dupe. Ik zal een swatch laten zien. Heel even. Zo, daar ben ik weer. Ik heb de kleur even geswatcht op mijn hand. En zoals je ziet, hij is echt vergelijkbaar met de kleur die Chanel nu voor de kerst heeft uitgebracht. Dus het is echt super fijn dat ik deze weer terug heb ontdekt. Deze gaat in mijn lippenbakje. Ja, de overige kleuren die hier in dit koffertje zitten, die gebruik je niet zo heel erg snel. Ik denk dat dat ook de reden is dat ik het ben vergeten. Misschien dat ik wel een van deze blushes nu weer wat vaker ga gebruiken. Maar ja, voorlopig laat ik het even hier nog in zitten. En dit was mijn vergeten make-up stash. Op wat lipglosses en dergelijke die dan in mijn tassen rondzwerven na. Vond ik het wel de moeite waard om deze stash, dit make-up koffertje en dit poederpaletje aan jullie te laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te bekijken. En ik zou zeggen, abonneer je op mijn YouTube. Dat vind ik hartstikke leuk. En ook je kan me ook volgen via Bloglovin. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie een comment achter willen laten bij het artikel. En dan zie ik jullie graag een volgende keer weer. Doei! Oh, daar komt ze weer. Groetjes van Bella.